Denk je na over diversiteit als je een boek schrijft? Nou, dat begint lekker. Ik denk nooit, ik ga nu eens een lekker divers boek schrijven. Maar ik heb wel nieuwsgierigheid naar mensen, omstandigheden die niet per se bekend voor me zijn. Dus diversiteit is wel iets waar ik vaak op terecht kom. Oh, dit vind ik een moeilijke. Welk talent had je graag willen hebben? Ik zou willen dat ik het talent wat ik heb eerder had onderkend. Dat is eigenlijk, en dat ik daaraan aan de behoefte voor het schrijven, want die heb ik altijd gehad en ik heb ook altijd geschreven. Maar dat ik eerder had kunnen toegeven aan die behoefte en denken, verdomme, ik ga gewoon boeken schrijven. Dat is wat ik wil doen in mijn leven. En heel mooi cello spelen. Hoe wil je sterven? Wauw. Voor mijzelf mag ik zo dood neervallen. Ik heb een fantastisch leven gehad. En ook als ik het nu hier doe, dan is dat niet zielig. Maar voor mijn nabestaanden hoop ik op een beetje aanloop. En ik wil niet aftakelen en niet kwijlend in een, zoals niemand natuurlijk, in een verzorgingsflat eindigen. Wat vind je het beste stuk uit jouw boek en waarom? Dagboek uit Bergen-Belsen. Het is het boek van Renate Lacœur. Ik heb gezorgd dat het opnieuw wordt uitgegeven. Het is natuurlijk allemaal heel aangrijpend en goed geschreven. Maar het beste stuk vind ik het verslag van de treinreis. Het laatste deel van de oorlog. Dat alle de gevangenen in een trein werden gemieterd en met 2000 gevangenen kriskras door het vernietigde Duitsland reden. En 2 weken lang rondtrokken. En de manier waarop ze daarover schrijft, over deze helachtige odyssee, dat doet ze zo onderkoeld en zakelijk en praktisch, dat het enorm naar de keel grijpt. Juist omdat de echte emotie daaruit weggefilterd is en die bij mij als lezer dan juist heel heftig binnenkomt. Ik vind het echt de apotheose van het boek. Waarom wilde je dit boek schrijven, uitgeven in mijn geval? Ik ben opgegroeid met dit boek. Toen ik 11 jaar was, is het voor het eerst uitgegeven in 1965. En bij ons was het eigenlijk de encyclopedie van mijn vaders leed. Het was het boek waarvan hij altijd zei, als we voorzichtig iets vroegen over het kamp waar hij in had gezeten, dan zei hij altijd, kijk maar in het dagboek van Renate. Renate was in die tijd zijn vrouw. Daar staat alles in. En er staat ook alles in, heel veel in, over wat zij samen hebben doorgemaakt. Er staat ook heel veel over hem in. Dus ik heb dat als kind gespeld, dat boek, om dichter bij die onuitspreekbare ervaring van mijn vader te komen. En, maar toen ik 11 jaar geleden begon met te schrijven en mijn debuut was een zoektocht naar mijn familiegeschiedenis en daarvoor herlas ik het dagboek van Renate, toen ontdekte ik dat het niet alleen de encyclopedie van mijn vaders leed was, maar ook een verdomd goed geschreven boek. Daarom wilde ik dat dit boek opnieuw werd uitgegeven.